Welkom bij de NV Eimond in Château Marquette. Het hotel en château zijn in januari nog uitgeroepen tot de beste evenementenlocatie van Nederland. En op die prachtige plek kunnen wij de NV Eimond houden. Hoe gaat het met je, Erik? Ja, als we vooruitkijken gaat het goed. Want wat er achter je ligt, dat maak je niet zomaar goed natuurlijk. Maar de vooruitzichten zijn echt supergoed. Wat ligt er achter je? Kan je dat heel kort in een paar kernbegrippen verwoorden? Heel veel frustratie. Dat je natuurlijk niet je vak kunt uitoefenen met je mensen. Dat je niet je gasten kunt ontvangen en kunt entertainen op een prachtige locatie als deze. Maar ook dat we begonnen waren met renovatie van het hotel, wat je dan noodgedwongen stil moet leggen, omdat er gewoon simpelweg geen geld meer is. Want ja, er komt niks meer binnen, dus dan gaat er ook niks meer uit. En dan vooral de frustratie op sommige punten. Ik denk, is dit nou nodig geweest? En vooral de laatste lockdown van heel Europa doet het anders. En achteraf gezien was het ook onzin. Maar dat ligt wel achter je. Dat is een hoop frustratie. En het is ook een hoop toneelspel om naar iedereen toe te doen alsof je het allemaal onder controle hebt en allemaal goed is. Heb je wel eens echt zo in de put gezeten dat je je afvroeg, waar gaat dit heen en hoe eindigt dit? Dat je je zoveel zorgen maakte dat je het niet meer zag zitten? Nou, dat heb ik de eerste twee nachten gehad, toen het gebeurde in maart 2020. En daarna denk ik, ja, ik moet wel vooruit, want ik moet ook een heel team motiveren. Op een gegeven moment heb ik in kaart gebracht voor mezelf, waar staan we nu financieel? Maar we zaten midden in de renovatie. En toen dacht ik, nee, dit is nog zo levensvatbaar, hier zit nog zoveel toekomst in, niet weten dat het 2 jaar zou duren. We gaan gewoon door. En dat is een goede keuze geweest, want daar zijn we alleen maar beter en sterker door uitgekomen. Onder andere door creatief te zijn van hoe kunnen we nu dingen gaan realiseren in de toekomst. En daar heb ik dus die certificaat op aandelen toe voor bedacht. Ja, en hoe pakte dat uit? Want wat was je opzet, wat wou je ermee bereiken en wat is het resultaat geweest? Nou ja, wat ik wilde bereiken is dat ik in de eerste maanden gewoon de reserveringen voor de renovatie heb opgebruikt om te overleven. Zo simpel is het. En ik wilde realiseren om daar geld mee op te halen, zodat we de renovatie van het hotel af konden maken. Dus ik had het ambitieuze doel om 7500 stuks te verkopen aan €100 per stuk. Dus €750.000. En we zitten nu op 6900 verkocht. Ja. Dus ja, we zijn, 5-6 weken terug weer begonnen. En nu echt, en helemaal in de planning, en 31 december moet het helemaal klaar zijn, het hele hotel. En wie kochten dat? Waren dat particulieren of waren dat ook zakelijke partijen die dachten, nou, we nemen een flink aantal af en we willen hem ondersteunen? Combinatie. Ik zal die heel erg uit de school klappen, vinden mensen het leuk, maar er zijn mensen die er één hebben. Zijn de mensen die er 1000 hebben en misschien nog een paar meer. En dat heeft geholpen. Er zijn heel veel mensen uit de regio, heel veel mensen die hier graag komen, die ons een warm hart toedragen. Familievrienden van collega's. Het is gewoon ook landelijk heel erg opgepakt bij BNR, bij de Telegraaf, in de nationale of in de media die gericht is op hospitality. Dus dat nam een enorme vlucht. Dus eigenlijk met een klein jaar hadden we ze verkocht. En toen je zag dat het een succes ging worden, hoe voelde dat? Dus los van dat het leuk is dat dat geld binnenkomt. Maar hoe voelt het dan dat er zoveel mensen bereid zijn om jou door te investeren die drempel over te duwen? Ja, dat geeft een heel warm gevoel. Dat geeft echt het gevoel dat je blijkbaar in die korte tijd dat ik bezig was, dat was 1,5 jaar, blijkbaar de juiste snaar hebt geraakt. Dat mensen het je gunnen. Dat mensen je gunnen om het te overleven en ook echt die stap verder te maken die ook gewoon nodig was. En dat je daar ook echt ambassadeurs door kreeg. Mensen die ook anderen gingen aansporen om het te doen en die op een gegeven moment merkten dat het goed liep. Zo, oh, nou, je koopt er nog eens een keer 10, kan dat? En dat. En dat is gewoon echt fantastisch. Dat je zelfs nu nog mensen, want er zit ook een besteedbaar tegoed zat erbij. Per €100 kreeg je €30 besteedbaar tegoed hier. Die hier nu feestjes gaan vieren en mensen die waarschijnlijk anders niet waren gekomen. Dus het heeft ook gewoon heel veel particuliere zakelijke gasten extra opgeleverd. Een gouden zet geweest dus? Ja. Absoluut, ja. Absoluut. En ik vind het ook leuk te horen net bij Telstra dat die met obligaties gaan doen, dus een soort van hetzelfde. Ja. Dat is wel wat nu ook een beetje de toekomst is, wat je nu in Nederland ook steeds meer ziet komen. Dat werkt vooral als je die gunfactor wil verzilveren. Ja. Ja, en ja. Mensen willen betrokken raken, laten we zijn, bij jouw bedrijf en bij de doelstellingen die je hebt. En zoveel nadigheid als je achter je had, zo leuk begon het jaar, toen je dus in januari werd gekozen tot de beste evenementenlocatie van Nederland. Ja, dat was fantastisch. Jaar daarvoor was je tweede en nu win je. Ja. Het jaar ervoor tweede was al fantastisch, maar dat was in januari en vervolgens waren we nog maanden dicht. Dus dat hebben we commercieel niet kunnen uitnutten. Nu werden we op maandag onderscheiden en op woensdag mochten we weer open. Ja, dat hebben we natuurlijk gewoon kunnen uitpakken en dat gaan we het komende jaar natuurlijk ook blijven doen.
En ja, daar krijg je echt wel aandacht door. Mensen gaan toch vaak kijken van oké, als je dan zo'n keurmerk hebt, dan moet het wel goed zijn en dan is het vaak makkelijker kiezen. En ja, als ik kijk naar wat er in de boeken staat, dan lijkt het te werken, want we staan er kapportefeuille beter voor dan ooit. Het was raar om te zeggen, als je 4 jaar bezig bent en 2 jaar lang heb je niks kunnen doen. Maar als ik kijk naar mijn voorganger, toen het nog een NH-hotel was, ja, weet je, die kon hier ook alleen maar van dromen. Ja. Nou, droom door. Ja, en daar wil ik wel bij zeggen, dat is niet mijn verdienste, hè? Dat is de verdienste van de mensen op de vloer. Ik bedoel, ik sta er, het team, want ik sta niet zelf de klanten binnen te hengelen. Nee. Dat doen andere hele goede mensen. Ja. Het is je gegund dat dat nog heel lang heel goed gaat lukken. Dankjewel. En fijn dat wij hier te gast mogen zijn. Ik vind het fantastisch. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Dit was de NV Eimond. Met dank aan Château Marquette voor de weer allerhartelijkste en goede ontvangst. Dank ook aan de ondernemersvereniging, de OV Eimond, die de NV, het is niet erg ingewikkeld, maar ja, soms verspreek je hier weinig, die de NV inhoudelijk en zakelijk ondersteunt en ook de borrel na afloop aanbiedt. Voor wie het nog niet is, maar het wel wil worden, lid worden van die vereniging, is echt de moeite waard, want ze zijn op alle fronten in de regio Eimond actief. Dank aan sponsor Windroos Advocatuur, kerstvers in de Eimond deze maand neergestreken in IJmuiden, aan het Sluisplein. Ja, en de mannen van Eimondnieuw die alles hebben geregistreerd en ook alles gaan monteren. Zeer bedankt voor hun inzet van de dag. Leuk dat u er was. Tot de volgende keer bij een volgende NV Eimond.